Beste kijkers, wat een spanning en sensatie op de real-time dagkaart van onze AIX beursbarometer. De bulls die scheren langs de rand van de afgrond of, zoals ik dat vandaag in mijn IAX column heb genoemd, AIX randje ravijn. U ziet op de dagkaart wat ik daarmee bedoel. Afgelopen vrijdag een keurige witte candle geplaatst exact op de SMA-lijn, de 55 Simple Moving Average-lijn als de dynamische trendlijn en trendvolgende indicator. En vandaag een keurige witte candle geplaatst als gevolg daarop, inclusief een gap en zowaar de swingtellen naar een plus 1 standje. Dus een zeer dappere set van de bulls. De laatste drie candles die vormen tezamen ook nog een keertje een Morningstar candlestick bodempatroon. En we kunnen vaststellen, tel ook daarbij op overigens, dat de RSI boven de 50 prikt. Dat kunnen we vaststellen dat de up-status terugkeert en dat de bulls wel degelijk van plan zijn om nog een rally in te zetten. Maar niet te vroeg juichen, zo rond 6,70, daar ligt nog een hobbeltje. En daarboven dan hebben ze ruimte tot 6,89. En dat mag dan toch wel een serieuze rally genoemd worden. Gaan we binnenkort toch weer aarzelen? Met andere woorden, we gaan een lagere top neerzetten onder 6,89. Dan wordt het goed oppassen, want dan zou dat wel eens de laatste beweging van de bulls kunnen zijn. Gezien het feit dat op de weekkaart en ook op de maandkaart, en ik zal daar morgen in de TA Special aandacht aan besteden, zal daar topvorming gaan plaatsvinden en moeten we toch met de kaarsschaaf over de posities heen en de winsten niet meer weg laten lopen. Voorlopig op de dagkaart dus een positieve ontwikkeling. We gaan eens kijken of de bulls dit volhouden. Nogmaals, de up-status rechtvaardigt het aanhouden of het innemen van koopposities. Maar houd twee handen aan het stuur. De beren laten zich niet makkelijk wegjagen. Zij slijpen de messen en zullen wellicht een verrassingsaanval gaan inzetten. Boven 6,70 nogmaals, dan is er iets meer lucht voor de bulls. En dan gaan we richting 6,89 bewegen. De DAX. Maar liefst ruim 3% in de plus vandaag en daarmee wordt het een wat positiever beeld. Eindelijk lukt het de bulls om goed boven die 14.000 passage te breken en daarmee een einde te maken aan de behoorlijk lange consolidatiefase. Maar het gevaar schuilt nu weer in het feit dat na deze felle breakout, natuurlijk swingtellen op plus 1, RSI ruim omhoog, dat er eerst een reactie zal komen van de beer. Eerst even een terugtest van oude weerstandniveaus, dan hebben we het over 14.200 even afgerond. Gaan we daar dan bodemen, dan komt het proces van hogere toppen, hogere bodems weer terug en dan zijn er betere koopkansen. Heb je koopposities uitstaan, heb je het uitstekend gedaan, maar ik zou nu oppassen om nu nog achter de stier aan te rennen. Dat lijkt me een beetje overdreven. Wacht eerst een adempauze af en een stap terug en kijk dan of het nog verstandig is om koopposities in te nemen. Al met al een goede dag voor de bulls. We blijven waakzaam en we gaan eens kijken wat ze morgen voor ons in petto hebben. Ik wens u een prettige avond.